Aanzet 412. 1905, 18 Amsterdam. Skisprong. Drie dagen geleden hielp ik mijn jongste zoon en kleindochter met wat boodschappen ver buiten het centrum, want hij heeft tijdelijk geen auto, maar wel een groter huis. Daarna reed ik alleen naar IJmuiden, ontvouwde de fiets en ging op zoek naar twee speklappen en brood. Reed vervolgens een stuk terug langs het Noordzeekanaal en maakte een vuur in de schaal die in de driepoot hing en kon eindelijk wat eten, want had die dag nog niet ontbeten. En pas daarna wilde ik gaan skiën bij meerdere graden onder nul. En ik kon het toch echt niet laten om van kleine heuveltjes te springen. Een dag later deed ik hetzelfde en sprong van iets wat grotere heuveltjes. En na meer dan een uur besloot ik nog één keer de eerste heuvel boven aan de piste en de laatste beneden te nemen. Ik remde dit keer minder af, want het was tot nog toe goed gegaan, maar kwam verpletterend neer. Ik wilde eerst nog de headphones, pet en stokken gaan pakken zoals gewoonlijk als men een schuiver heeft gemaakt, weer opkrabbelen, maar ik merkte dat ik een vreselijke pijn had aan mijn schouder. Anderen die mij te hulp kwamen en mij half overeind hielpen, merkten dat ik soms het bewustzijn verloor en besloten een ambulance te bellen. Van het liggen in de sneeuw had ik geen last, want was dik aangekleed. Vreemd genoeg dacht ik nog steeds dat het oponthoud van korte duur zou zijn, zelfs toen ik in die zieke auto lag, waar ik een injectie toegediend kreeg met de woorden: u zult zich even wat raar gaan voelen. Bij aankomst in het ziekenhuis in Beverwijk werden de kledingstukken opengeknipt en constateerde de chirurg dat de rechterarm uit de kom lag, die er weer werd ingezet. Vervolgens werden er foto's gemaakt, maar er bleek niets gebroken. De zonen haalden mij op en brachten me thuis. Uiteraard ben ik geneigd mezelf nu te verwijten erg stom te zijn geweest om meer te willen dan alleen te genieten van een afdaling in plaats van ook nog te leren om te springen. Toevallig had ik die dag van het ongeval eten ingeslagen en had ik uit de bibliotheek 10 luisterboeken geleend. Verder had ik de vuilniszak geleegd, wat met de soms iets wat warmere dagen wil ik daar nooit te lang mee wachten. Kortom, de eerste dagen met rechterarm in een Mitella hoefde ik niet de deur uit. 'S Morgens, de dag na de val, belde ik direct de schaakclub in Muidenberg om door te geven dat ik die avond helaas niet extern voor de club kon spelen en de manege om de les van 12 uur de volgende dag te annuleren. En ook de kunstenaarssociëteit om door te geven dat ik die komende dinsdag waarschijnlijk niet zou kunnen schaken. Verder maakte ik een afspraak voor de polychirurgie over een week bij een plaatselijk ziekenhuis en belde mijn oudste zoon voor telefonische digitale hulp, want het verzenden van de video aanzet 411 naar YouTube aanzetten edwardluiken.org lukte me dit keer niet. De Engels en Amerikaanse cd-luisterboeken beluister ik met headphone of over de 3 speakers voor, midden en achter in mijn woning, maar kan me er niet altijd echt op concentreren, ondanks het feit dat het meestal door uitstekende voordragers wordt voorgelezen. Dus eerst
de voor mij ongewone expansie van 30 dagen achter één een outdoor activity buiten de stad, maar wel in de sneeuw, in plaats van één keer in de week naar de branding. En nu op dit moment voor de derde dag aan huis gebonden vanwege de revalidatie. Wat betreft het afscheid van de wapenen, oftewel het beëindigen van het huren van een zeecontainer aan het IJ na 20 jaar, heb ik gelukkig geen spijt en dat zal ook niet alsnog gaan gebeuren. Gisteren met die arm in een Mitella, nog wel 10 minuten op de basgitaar gespeeld, want de stem bij het voorlezen van aanzet 411 had er een geluid naast nodig. In het ziekenhuis werden de twee overal, strui en vissersjack, gelijk open geknipt om de rug, nek en rechterarm direct te kunnen inspecteren. Nou, dat bleek dus arm uit de kom voor het eerst van mijn leven. En ik heb groot respect voor de expertise van al die mensen die me toen hebben geholpen. Als de zonen me niet hadden kunnen ophalen, tussen haakjes, want ze zijn soms in het buitenland, had ik in zwarte onderbroek en korte kaplaarzen en half onbloot bovenlijf de taxi moeten nemen. Vandaag 20 mei, eerste Pinksterdag en morgen nog één, maar daar merk ik natuurlijk niet zoveel van. Juist om dit te verwerken moest ik gisteren, vond ik, op de naaimachine het X-Large Reporter Vest uit 3 stukken weer tot 1 geheel maken. Op mijn manier dan wel te verstaan, want de eerste de beste huishouddame zou in lachen uitbarsten bij het aanschouwen van het eindresultaat. Het zit stevig vast. Wel ben ik mij hierdoor weer bewust wat een handicap zelfs een kleine kan betekenen. Waar men normaliter niet altijd bij stilstaat. Gelukkig had ik die dag voor het ongeval een Italiaans skispak van mijn jongste zoon teruggegeven met de uitleg dat het groene pilotenpak met veel ritsluitingen mij beter zat. Anders zou zijn kledingstuk zijn doorgeknipt. Kunnen we het misschien ook nog over iets anders hebben dan het ongeval? Vraagteken. Waarschijnlijk niet, want ik moet dit nu verwerken voor het volgende hopelijk wat rustiger avontuur. Oh ja? En wat gaat dat dan worden? Dat weet ik niet. Net zo min als dat ik niet wist dat een internetaansluiting zou leiden tot 30 dagen oefenen op een skipiste en een bezoek aan een manege. Ik wil wel blijven skiën, maar misschien niet elke dag, om de dag of 3 keer in de week. En niet meer springen uit zelfbehoud, want ben natuurlijk wel geschrokken. Wat anderen kunnen, moet ik niet willen. En al helemaal niet wat betreft de leeftijd, want wonden herstellen zich langzamer. Oplage 16, Laurens Edward Luiken.